van harte welkom bij Team Swammoorn op het testcentrum van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. U gaat hier vandaag een chauffeursdag volgen in het kader van de Code 95, oftewel de nascholing. U weet, u moet daar aan uw 35 uur voldoen. Dit is heel zinvol, dit is niet een dagtheorie, dit is echt praktijk. En ik hoop dat jullie vanmiddag naar huis gaan met het gevoel, dit neem ik elke dag weer mee in mijn vak en kan ik gebruiken. Nou, deze dag hebben wij gekozen in het kader van Code 95. Dus dat betekent dat chauffeurs 35 uur moeten maken met opleidingen, cursussen. Willekeurig waar je uit kunt kiezen zijn iets van 200, 300 opleidingen. En we hebben gewoon nu gekozen voor een hele mooie, spectaculaire baantraining. Hier in Lelystad bij het RDW. Ten eerste enthousiaste mensen eromheen, die weten wel over praten. Maar in ieder geval ook een stukje schadepreventie, bochtentechniek, hoe om te gaan met het voertuig. Zodat we dat ook kunnen gaan gebruiken hoe wij graag met onze klanten om willen gaan. Het was wel iets een raar gevoel. Dat laatste remtestje, dat is een raar gevoel. Met een hoge snelheid moet je toch wel tussen die pionnetjes door. En vol in de rem, ja, is wel apart. Maar erg leuk. De situatie alleen pionnetjes, nee, als je dan een keer in het echt overkomt, dan heb je toch een beetje training gehad wat je allemaal moet doen. Dus dat is wel heel goed. Ik vind het heel prima. Prima dag, want dat is gewoon heel veel mee te maken, heel veel zien. Ik kan leren heel veel van aan elkaar. De ervaring van de rest en hier is heel goed.